Het Wiegenscollege van Burgemeester en Wethouders heeft nog niets besloten over een carillon in het Wiegenskasteel. Ondanks dat er nog een aantal zaken onderzocht moet worden, geeft het college aan een positieve houding tegenover het initiatief te hebben. Rob Nette van Stichting Vrienden van het Wiegenscarillon... is zeer te spreken over de houding van het college. Nou, daar zijn we natuurlijk blij mee. Uh, de gemeente, u bedoelt onze gesprekspartners bij de gemeente, die. Uh, uh, nu met het plan verder gaan en wij moeten nog een wat meer onderbouwing geven. En daarna gaat de gemeenteraad of een voorstel van maken voor de gemeenteraad. En dan hopen wij dat dat inderdaad uh, daar ook goedkeuring vindt. Maar dat we zover komen zijn we erg blij mee. De stichting heeft bij ongeveer 100 omwonenden de mening gepeild. Volgens stichtinglid Jacques Rosse hebben zij geen bezwaar tegen een klokkentoren in hun omgeving. Die reacties die waren goed, er zijn er een stuk of vijf mensen zijn echt tegen. Maar goed, ja, je kunt nooit iedereen op één, ja, op één weg krijgen. Dus euh, nou, we hopen dat uh, dat er komt. Dus uh, de vooruitzichten van omwonenden is goed. Mensen die hier omheen wonen, die hebben zelf ook een klok gekocht. En dat is ook wel heel mooi, want hier in de, in de, in de eerste cirkel zijn er zeven, mensen die, ook zeven klokken. Die, mensen die leuk vinden dat die carillon hier in Wieken komt. Museum kasteel Wiegen is minder enthousiast over het plan en wijst de stichting op eventuele overlast voor werknemers en dieren. Ook zou het niet in het historisch plaatje van het kasteel passen. Wij hebben eigenlijk gesteld: van, er zijn in het land voorbeelden van dergelijke kastelen waar een in komt. Denk maar aan Nijrode. Daar zit het al 75 jaar in. Kasteel Haarzuilen. daar zit ook een museum in. Ik krijg ook een karalion. Dus wij dachten, het is een mooi rijtje. Uh, Nijerode, Haarzuilen, Wiegen. Uh, je zult het maar in dat rijtje mogen staan. Maar dat is allemaal leuk verteld natuurlijk, maar het bezwaar van het uh, museumbestuur, ja, daar zullen we zeker rekening mee moeten gaan houden. Het college heeft in deze zaak alleen een adviserende rol. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om een beslissing te nemen. Maar als het aan de Stichting ligt, komt het carillon er vandaag nog. En dan kom ik in Druten hangt een carillon, in Grave hangt een carillon, in Nisterode, in Schijndel, in Gennep en noem maar op. En waarom zou wie geen karalion kunnen hebben? Dat lijkt ons fantastisch.